De NAFTA kraker 4 is gestopt en de onderhoudswerkzaamheden die gaan beginnen. Mijn naam is Caroline Lichtenberg van Turnaround TV. Het dagelijkse journaal dat je op de hoogte houdt van de ontwikkelingen rondom de stop. Kijk daarom naar de journaals om 10:30 'smiddags, 7:30 'avonds, 9:00 'avonds en voor de nachtploeg om 4:05 'ochtends. Kijk naar Turnaround TV. Maart 2007. 1 minuut voor 8:00 ochtends. In de meetkamer van de NAFTA kraker 4 heerst een spannende maar rustige sfeer. Op de verschillende monitoren en computers worden de secties scherp in de gaten gehouden. Er mag namelijk niets misgaan. 8:00. Het is zover. Jack Kramer stopt met 1 druk op de knop het proces. Het speelde al een beetje dag van tevoren, dat je toch wel een beetje gezonde spanning opbouwt. Dat voor mij de eerste keer is dat ik de kraker mag stoppen vanuit de meetkamer. Hoe heb je vannacht geslapen? Ja, ik moet zeggen, ik heb vrij goed geslapen, maar om 5:00 werd ik wakker. En dan ga je toch een beetje nadenken en hoe ga je bepaalde zaken aanpakken. Maar dat is natuurlijk een teamwerk en zoiets kan je niet in je eentje doen. De baannacht is nog een beetje warm en de CD is hartstikke koud. Het stilleggen van de NAC 4 is begonnen. Ik kan ook stoppen. We hebben vanochtend de kraakgascompressor gestopt. Dat is eigenlijk het hart van onze fabriek. Het stoppen zelf dat duurt al ongeveer een week. We zijn al een week aan het terugregelen en fabrieksdelen uit bedrijven aan het nemen. Maar de echte start is vanochtend om 8:00, heeft vanochtend om 8:00 plaatsgevonden. En achter ons zie je de grondfakkels en de torenfakkels. We hebben kortstondig op de torenfakkel gestaan. En nu, wat je nu hoort, is het bulderen van de grondfakkels, waarbij we uiteindelijk onze restgassen nu aan het verbranden zijn. We lopen perfect op planning en het gaat echt heel goed. Jack Kremers en Ron Peters zijn een van de vele werknemers die erbij waren. Dit is mijn derde reguliere stop. En ja, we hebben er nog wat tussenstoringen gehad. Dus de derde keer eigenlijk dat ik dit meemaak. Ik moet zeggen, het was een heel intensieve dag. Dus ik ben ook best wel moe. Dat is eigenlijk een goed teken. En toch heel veel lering uitgetrokken met betrekking tot stoppen. Is dit trouwens je eerste stop? Nee, dat is niet mijn eerste stop, dat is mijn vijfde stop. Dus, maar wel de eerste stop dat je ook nog eens jarig bent? Ja, de eerste stop dat we stoppen op mijn verjaardag, ja, dat is wel een beetje bijzonder. Wat ga je vandaag allemaal doen? Ja, we gaan even de rest verder met het leegmaken van onze secties. Hè. En dan ga ik vanavond laat naar huis, ben ik bang. En dan is de verjaardag weer voorbij. Is er ook taart? Nou, er zijn wat veel mensen, dus nee, eigenlijk niet. Dan komt als het dadelijk wat rustiger is over een paar weken, dan komt de taart. Maar dan ben je bij deze uitgenodigd. Stapsgewijs wordt de voeding naar de plant verlaagd. Er zijn 9 secties die in 9 dagen worden stilgelegd. Nadat de sectie is veiliggesteld, worden de onderhoudswerkzaamheden gestart. Na 39 dagen wordt verwacht dat de kraker weer ethene gaat produceren. De turnaround-instructie is van onmisbaar belang tijdens de stop. In de instructie worden de veiligheidsregels uitgelegd en hoe ze moeten worden opgevolgd. Kan ik bij jou afkijken? Ja, is goed. Mag niet. Mag dat niet? Oh. Waarom is een instructietoets zo belangrijk? Dat ze specifieke reglementen of VGM-reglementen van het bedrijf even begrijpen. Want op elke stop is wat speciaals en daarom wordt dit even in de highlight gebracht van kijk jongens, dit is belangrijk. Eerste vraag weet ik al, dat is mijn naam. Er wordt een film vertoond over de veiligheid tijdens de werkzaamheden in de NAC 4. Daarna worden 10 vragen gesteld om te kijken of iedereen het allemaal wel goed begrepen heeft. Hoe ging het toets? Ik werk vaker hier, dus voor mij is het bekend. Zijn er een paar vragen die je heel erg lastig vond? Nee. Het ging zo woep, 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 kon je zo invullen? Ja, de instructie is goed voorbereid dus. De toets gehaald? Dan mag je pas echt beginnen aan je werk in de NAFTA-kraker. Een metershoge hijskraan. Dat is nogal een klus. De kraan bestaat uit verschillende onderdelen die aan elkaar moeten worden gelast en gekoppeld. Waarom bouwen jullie die kraan?
Nou, voor de plantstop hier, er moeten wat zware dingen uit. En vandaar dat we een grote kraan nog gaan bouwen nou vandaag en morgen. En hoe gaat het? Gaat het goed? Ja hoor, het gaat goed. Het is alleen een nieuwe kraan, hè? Dus even afwachten hoe het loopt. Hè? Die kraan die komt primair voor het uithesen en het inhesen van de reflaars. Dat zijn hele grote afsluiters die qua afmetingen plusminus een meter of zes lang zijn. En die zullen om en bij de 7000 kilo zullen ze wegen dan. En die gaan na het uithesen gaan die dus op transport naar Duitsland voor de revisie. Maar daar is wel wat mankracht voor nodig. Er zit een vaste opbouwploeg bij. Dus een man of 5, 6. Dan horen er nog 17 trailers bij aan materialen. Dan komen we 80 meter dreglinschotten om de druk te verdelen. Daar komt daar natuurlijk de machinist bij. En dan zal er permanent ook een vaste hijsuitvoerder bij zijn dan. Aanstaande maandag en dinsdag moeten de grote kleppen uit het gedeelte van de NAC. Het is 7:30 donderdagochtend en achter mij in de meetkamer hebben verschillende mensen zich gemeld om vergunningen te krijgen om aan het werk te gaan. En ik ga dadelijk een aantal mensen even vragen van, hebben ze hun bed uit kunnen komen en waar gaan ze precies werken? Goedemorgen. Was je vroeg bij vanochtend? Ja, hoort erbij. Meteen opstaan. Goedemorgen. Wat is jouw werk? Ik zit ook in de stijgerbouwbranche. Dus we zorgen hier dat stop in de stijgers komt te staan en ze kunnen beginnen volgende week. Wat voor soort vergunning moet je daarvoor hebben? We hebben ook gewoon de montagevergunningen voor het mogelijk bouwen van de stijgers in de fabriek. En een heftruckvergunning. En een vergunning voor de verreker. Dus dat we met onze apparatuur de fabriek in mogen. Denkt u dat de vergunning in orde is? Ik weet het nog niet. Ik moet nog wachten. Dus ik moet even afwachten. Wat voor vergunning heb je? Ik heb een algemene vergunning voor de hele fabriek. En een inrijvergunning. Om met het machine naar binnen te mogen dus. Moet iedereen zich om 7:30 elke ochtend melden? Ja, om 7:30 in de tent. Dan krijgen we dus een pre-taasmeting. Dat is het kaartje. Weet je misschien al van? Dan gaan we dus dit helemaal nalopen. Ieder morgen voordat we starten aan het werk worden deze vragen die worden beantwoord. Hoe gaat het? Met mij gaat prima. Ja, hartstikke goed. Wat voor vergunning gaat u laten aftekenen? Algemene vergunning. Dus om wat stoppunten te bekijken. Dus, Want zonder die vergunning? Mag je er niet in, hè? Simpel, kan je niet kijken. Zo simpel is dat. In de IFP, oftewel de benzinesectie, wordt een leiding vervangen. De leiding vertoont tekenen van corrosie en om lekkage te voorkomen moet hij worden afgebroken. Hoe wordt deze klus uitgevoerd? Nou, we hebben een drietal lassers en we hebben een stuk of 8 monteurs en sleutelaars. En daar klaren wij deze klus mee. We hebben afgelopen week hebben we wat heeswerk verricht. De oude leiding eruit, de nieuwe erin. Vooraf hebben we eerst het productieprogramma gedaan. Alles afgestoken, alles vrijgemaakt, samen met productie. En zodat we veilig deze klus kunnen klaren. Het vat en de kolom moeten in bedrijf zijn tijdens de turnaround. De leiding verbindt beide onderdelen. Deze activiteit gaat door omdat de fabriek is stopgezet, omdat we toestemming hebben gekregen om dat nu te doen. Nu valt tijdens de uitbedrijfnamefase vallen we nog niet helemaal onder de turnaround manager. Met zo'n 10 man wordt er aan de klus gewerkt. Wat voor veiligheidsrisico's brengt deze klus met zich mee? Nou, ze zijn op het moment bezig met aftappen van diverse kolommen en vaten. En daar kunnen dus nog restproducten vrijkomen en daar zit dus wel een risico in. En daarom zijn er continu brandwachten bij en wordt er continu gemeten. Het laswerk gaat een paar dagen duren en vrijdag is de leiding klaar. Naast mij staat Jacques Kemp en hij is natuurlijk de manager van de turnaround. Jacques, hoe gaat het met de turnaround tot nu toe? Het gaat goed. Ik moet zeggen, na die 2 jaar voorbereiding zijn we er ook aan toe om nou te beginnen. We hebben goed weer. We zijn prima uit het bedrijf gegaan. Heel koud op de torenvakker. Geen klachten gekregen. En we gaan nu beginnen met de steegschijven te zetten. Jacques, hoe gaat het met de planning? Ja, we liggen grosso modo zeg maar, op planning. Sommige dingen ietsjes voor, sommige dingen zeg maar, gewoon op planning. Welke werkzaamheden vergen meer aandacht? Ja, een belangrijke klus is dat we in de voorfabriek, wat wij noemen de reflaars, dat zijn kleppen bij de ovens, dat die tijdig uitgebouwd worden en op transport gaan naar Duitsland. Daar worden ze gereviseerd en dat is een van onze belangrijkste rode draden in deze turnaround.
Bent u een tevreden man? Ik ben tevreden. En het weer wordt misschien wat minder, maar dan laten we ons niet... De NAFTA-kraker 4 is gestopt en de onderhoudswerkzaamheden die gaan beginnen. Mijn naam is Caroline Lichtenberg van Turnaround TV. Het dagelijkse journaal dat je op de hoogte houdt van de ontwikkelingen rondom de stop. Kijk daarom naar de journaals om 10:30 'smiddags, 7:30 'avonds, 9:00 'avonds en voor de nachtploeg om 4:05 'ochtends. Kijk naar Turnaround TV. In de flapperruimte worden alle gegevens bijgehouden van de werkzaamheden op de plant. Hoe ziet zo'n flapper er nou eigenlijk uit? Nou, de flapper bestaat uit twee delen, een timeline deel en een aftekendeel. In het timeline deel staan alle stoppunten vermeld die uitgevoerd dienen te worden, met alle activiteiten zichtbaar in een stoppunt. In het aftekendeel wordt door alle functionarissen die daar bevoegdheid voor hebben de werkzaamheden teruggemeld. En zo is dus de volgordelijkheid van firma naar firma of van functionaris naar functionaris zichtbaar. Wat wordt er eigenlijk precies gemeten? Wij meten de progress. Wij houden de zaken bij zoals ze buiten plaatsvinden. Dus in de planningsruimte staan alle werkzaamheden die buiten uitgevoerd dienen te worden geregistreerd op een flapper, een muurkrant. 1500 stoppunten zijn in activiteiten opgesplitst. Spuitwerkzaamheden en het borstelen van lasnaden zijn enkele voorbeelden van deze activiteiten. Voor wie is de flapper bedoeld? Voor aansturende mensen, zoals uitvoerders, projectleiders van firma's, die dan exact weten hoe de status is en welke werkzaamheden erop volgen aan hun werkzaamheden. Nou, hier zien we alle stoppunten staan, met stoppuntnummer, met de omschrijving van het stoppunt. Verder zien we alle activiteiten zichtbaar die uitgevoerd moeten worden op een stoppunt. Zijn er bepaalde activiteiten die gelijk oplopen, zien we ook in meerdere regels, zien we dat zichtbaar. Boven iedere activiteit staat een code en die code correspondeert weer met de legend van werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden. De flapper wordt dagelijks bijgehouden. In de flapperruimte worden rapporten opgesteld over de voortgang van de werkzaamheden. De activiteiten die zijn afgerond worden door de firma's afgetekend. In de NAC 4 worden 12 fornuizen gebruikt om de zogeheten NAFTA te kraken. Dat wil zeggen dat de NAFTA-stof wordt verhit en ontleed in verschillende componenten, zoals ethene en propane. Turnaround TV was bij de vervanging van de wanden van deze oven. Het wordt 1400 graden binnen. Dus dan kun je voorstellen dat de buitenbeplating bij 1400 graden smelt weg. En daarvoor zijn we bezig om de boel te isoleren aan de binnenzijde. Maar liefst twee ploegen met ongeveer 16 man werken aan deze klus. De oude stenen worden eruit gesloopt. Die hebben we met lopende banden allemaal in containers weggehaald. Daar zijn we dus al een goede week mee bezig geweest. En nu zijn we bezig om opnieuw te installeren. Er worden 80.000 tot 90.000 stenen in het fornuis gemetseld. Met wel 15 ton specie, oftewel lijm. Ik ben zelf al 2 maanden geleden al begonnen met de voorbereiding. Eerst moest de vloer eruit. Toen moesten we de stelling inzetten. Dus er komt nog een hele voorbereiding vooraf natuurlijk. En hoe lang gaat het duren voordat het helemaal, voordat de oven helemaal opnieuw is bemetseld? Wij verwachten over een week of 3 tot 4 weken verwachten wij toch wel klaar te zijn hier zo. Natuurlijk moet je je als cameraploeg ook aan de veiligheidsregels houden. En daarom deden wij ook onze pre-task meeting. Jullie willen binnen wat beelden opnemen en dan gaan we eerst de pre-task even doornemen, wat de gevaren zijn. Dan gaan we wat vragen afwerken en dan gaan we ook de vergunning even doornemen. Dat weten jullie waarmee we bezig zijn binnen en wat de gevaren zijn binnen. Want voordat we naar binnen gaan, moet natuurlijk wel iedereen weten wat we aan het doen zijn en wat de gevaren zijn. Vind ik mijn werkplek veilig? Ja, de werkplek is veilig. Wij lopen hier met 2 ploegen, een nachtshift en een dagshift. En een nachtshift geeft altijd door hoe de situatie aan de binnenkant is. Dus wij kunnen over het algemeen alles met ja beantwoorden op het kaartje. Wat als er nou een vraag met nee wordt beantwoord? Wat gebeurt er dan? Dan gaan we niet aan het werk. Dan moet er een oplossing komen voor het probleem nee. Dat wil dus zeggen, dan gaan we of naar operations of los. Unieke gebeurtenissen in de NAFTA Kraker 4. In het hart van de kraker, namelijk de machinehal, wordt allereerst de kap van de stoomturbine van de kraakgasmachine getild. Waarom wordt de machinehal ook wel het hart van de NAC 4 genoemd?
Je mag het misschien al hard van nacht 4 noemen, omdat alle kraakgas wat we net bij de ovensectie produceren natuurlijk gecomprimeerd en doorgezet moet worden naar de verschillende bewerkingen in deze plant. Het zijn naar een C2-straat, naar een C3-straat, naar een benzinestraat, noem maar op. Dus dat uiteindelijke gas, dat moet nog eens een keer bewerkt worden. Dus gecomprimeerd om dan verder weggestuurd te worden naar de bewerkingsinstallaties verderop in de plant. Voor het eerst in 11 jaar wordt deze kap van de stoomturbine eraf gehaald. Hijsers van Mammoet, specialisten van Elliott, onze SEBIC productiemensen en maintenance engineers werken samen aan deze klus. Wat doet een maintenance engineer in de machinehal? Ik ben er nou bij om te kijken hoe de turbine X301 open gaat. Hij gaat de eerste keer open na 11 jaar. Ik ben heel benieuwd wat we voor schade daar gaan aantreffen. Of dat hij misschien helemaal niet beschadigd is. Waarom is een maintenance engineer belangrijk in deze klus? Dit gaat voornamelijk om doorlooptijd voor de gehele stop. Dit is de rode draad. Als we daar schade hebben, dan duurt de reparatie ook lang. Dus moeten we daar snel bij zijn om direct actie te kunnen aanzetten. In de machinehal staat natuurlijk de krakerscompressor. En een van de gevaarlijke dingen van de krakerscompressor is dat er explosiegevaar kan zijn. Maar daarom is er ook een veiligheidswacht en die staat hier rechts naast mij. Meneer De Bont, waarom loopt u hier rond? Ik kijk of de werken die hier gedaan worden veilig gedaan worden. Ik heb een explosiemeter bij me. Die meet of er gassen vrijkomen die een mogelijke explosie kunnen veroorzaken. Ik meet trouwens ook het zuurstofgehalte hier in de omgeving. En als dat niet goed is, dan gaat mijn meter af. En dan is het zover. De kap is los en wordt opgetild. Na 11 jaar laat de stoomturbine haar hart aan ons zien. Na het tillen van de kap van de stoomturbine wordt de bovenkant van de kraakgasmachine omhoog gehesen. Maar bij dit karwei konden wij niet aanwezig zijn door de speciale veiligheidseisen. De volledige uitschakeling van de naftakraker NAC4 is voltooid. Wij waren maandagochtend 6:15 bij de verschillende ingangen om de start van de sleutelperiode mee te maken. Het is nu 6:30 ochtends en je ziet een hoop mensen aankomen. Goedemorgen. En mag ik vragen wat u hier komt doen hier? Ik kom inspecties houden. Mensen die aan flensen gaan werken, die ga ik inspecteren of ze het volgens de juiste procedure doen. Of de flensen er goed uitzien, flensvlak of de bouten in orde zijn. Mag ik u vragen van welke firma u bent? Stork. Van Stork. En wat komt u doen? Nou, ik kom deze 3 personen halen. Ze hebben poortinstructie gehad. Ze krijgen nu stopinstructie voor het logistieke gedeelte. En dan neem ik ze weer mee en dan worden ze getrokken. Nou, nu het echt gaat beginnen, ja, nu begint het eigenlijk het echte werk. Nu komen dus de honderden mensen komen hier op af, dus nu gaat het erop aankomen. Nu gaan we eens kijken of wat we in de voorbereiding gedaan hebben, de trio's en het werk en alle voorbereidende werken, of zich dat ook nu de vruchten gaat afwerken. Het is een spannende tijd, het weer zit een beetje tegen, maar daarvoor laten we ons niet tegen gaan. Maar ik ga gewoon naar binnen, want er zijn mensen op mij te wachten als ik niet echt vind. Het is hier een stop en we komen hier werken. En wat gaat u precies doen? Montagewerken. Montagewerken. En weet u al waar? Op de NAC4, de afdeling NAC4. Afdeling NAC4. En u krijgt vandaag nog een verdere briefing dan? Of? Ja, dat wordt achter een kwartiertje wordt dat verder uitgelegd. Hier dus. Is het een andere dag dan andere dagen? Nee, het valt eigenlijk mee, maar ik denk door het weer dat de mensen wat gespreid komen. Dus voor ons is dat alleen maar positief. Dus de piek op 2-3 uur, dat verspreidt zich nu misschien op de hele morgen. Maar we hebben al van 6:30 zijn de mensen al massaal naar binnen aan het komen. Hey! Goeiedag! Goeiedag! Alles goed? Ja, hoe gaat het? Met mij gaat het goed. Ja, en hier? Ook. Ik ben blij dat we kunnen beginnen, eindelijk. Jongens, wat is jullie eerste klus van vanmorgen? We gaan fakkelstekers zetten, dus stekers om de fakkelleiding af te sluiten. En dat moet nou gebeuren, omdat het ook een rode draad heeft. En dat de grote fakkel die erachter staat op de Maurits, dat die straks naar beneden toe gaat. Vanaf vandaag zullen op sommige dagen tot 2000 mensen van tientallen firma's met de onderhoudsbeurt bezig zijn. Veiligheid gaat voor alles. Het kan maar niet vaak genoeg worden gezegd. Er zijn daarom ook voorzieningen getroffen om de toegankelijkheid naar de verschillende plekken op het NAC4-terrein te verbeteren.
Zo is er een zogenoemd geitenpad aangelegd en zijn de putten bedekt. Waarom is hier een pad gemaakt? Nou, het is eigenlijk zo. We zijn al lang geleden begonnen met de voorbereidingen voor deze TA. Toch zijn we nog verrast door zo'n grote kraan die hier staat. Nou, gevolg daarvan was dat we een extra voorziening hebben moeten maken, dat de mensen op een veilige plek naar hun werk toe kunnen komen. Welke andere voorziening is ook nog getroffen? Nou, we hebben ook nog naar aanleiding van de reactie van mensen, hebben we ook nog in de plant hebben we een verlaagde putten. En die hebben we afgedekt. Ja, je moet toch zorgen dat de mensen op een veilige wijze hun werkplek kunnen bereiken. Gedurende de stop blijft men toezien dat looppaden en wegen veilig kunnen worden betreden. In de top van de primaire fractionator-kolom worden schijven geplaatst. Om te beginnen een brilschijf. Die scheidt de primaire fractionator-kolom van de quench tower. Dit wordt ook wel de separatie van kolom 21-1 van kolom 23-1 genoemd. Er worden nog twee schijven geplaatst. Waarom? Nou, om de kolom helemaal te segmenteren, ten aanzien van de bodem, oftewel van de ovenvuur waar je mee zit, is het heel belangrijk dat we een x-aantal schijven gaan zetten. Als we dat hebben gedaan, kunnen we starten met het segmenteren van alle leidingen, ofwel het scheiden van de leidingen, met de kolommen, zodat wij de kolommen helemaal afgestoken hebben en kunnen werken aan de besloten ruimte. Het plaatsen van de schijven, oftewel het schijven steken, is een activiteit die afhankelijk is van het weer. Bij te veel wind wordt het te gevaarlijk om de schijven te plaatsen. Nou, het risico van een schijf zetten op zo'n grote hoogte is ongelooflijk. Er staat een zware kraan, die mag bij bepaalde windkracht mag die niet meer draaien. Het betekent ook dat de kraanmachinist bepaalt wanneer de schijf gedraaid wordt. Als ze ook al zouden het graag willen, de machinist bepaalt. Vanmorgen was het niet mogelijk dat de wind te hard was, vlagen. Nou, dan hadden we het werk stopgelegd. Veiligheid gaat voor alles. Om de schijven te plaatsen wordt eerst een ring uit de pijpen gehaald. Zo ontstaat een opening waar de schijf precies tussen past. De felle kleur zorgt ervoor dat die straks ook nog eens terug te vinden. En ook voor deze klus hier geldt veiligheid voor alles. Welke werkzaamheden kunnen dan worden uitgevoerd als de steekschijven zijn geplaatst? Nou, de werkzaamheden bestaan in eerste instantie voor een keuring. Om de 6 jaar worden de kolommen gekeurd, dus door stoomwezen in dit geval. Vervolgens wordt er gekeken naar de interne vervuiling. Zijn de kolommen erg vervuild? Vervolgens wordt gekeken, zijn er reparaties nodig? Al deze zaken die dienen weer voor de komende 6 jaar, want in 2013 krijgen we de volgende stop. Elke middag vindt in het theaterpaviljoen het artikel 19 overleg plaats onder voorzitterschap van Wil Snelle. Wie er allemaal bij zit en waar ze het over hebben, gaan we nu eens even bekijken. Kunt u me uitleggen waarom het artikel 19 overleg heet? Nou, artikel 19 is dat is een overleg wat wettelijk is vastgesteld om de werkpuntconcentraties vast te leggen en de afstemming tussen alle activiteiten. Dat doen we 1 keer per dag met alle betrokkenen zoals hier in de zaal zitten. Die gaan op basis van het schema wat we hier aan het bord hebben hangen, gaan wij alle concentraties bekijken en kijken waar knelpunten zitten en die proberen we op te lossen. Hoe lang duurt zo'n overleg? Half uur. En hoeveel mensen zijn er aanwezig? Tussen de 25 en 30 man. En vanuit wat voor disciplines komen die? Nou, dus vanuit productie, de kranen, de spuitwagens, de straalwagens, de wees. Alle, het röntgenen wordt helemaal ingetekend. Welk moment gaan we röntgenen, op welke plaats gaan we röntgenen. Dat wordt allemaal afgestemd. Het revisiewerk is op volle kracht begonnen. 1000 tot 2000 man van tientallen firma's zijn dagelijks op de NAC 4 aan het werk om hun aandeel in dit enorme project te leveren. Nou, we zijn op het moment een tanktainer aan het ophalen die we gebruikt hebben met het stoppen. En nou om de fabriek leeg te halen. En dit zijn dus restanten quenchwater wat we in deze tanktainer hebben en dat gaan we dus nu afvoeren. Waar bent u op dit moment mee bezig? Met hard werken. Ja, met hard werken. Kijk eens. Hele mooie uit zitten bouwen hier. Ik ben mijn beste maat hier. Ja. Jongens, vakman, eigen collega vakman. We hebben wat leidingwerk uitgebouwd, er komen nieuwe kleppen komen erin. Er gaan wat Fransen worden erin gebouwd. Dat doen we dadelijk in de prefab shop. En dan wordt het allemaal gemonteerd. Ja. Dat bedoel ik, dat is werken. En heeft u last van alle andere mensen die hier druk bezig zijn met hun dingen? Nee, helemaal niet. Ik denk dat als je een beetje op elkaar afstemt, dat het allemaal wel goed voor elkaar komt. Een beetje samenwerken, en dan lukt dat wel. Ja. Gaat het goed in onderling overleg? Ja, dat gaat prima. Er zijn wat stijgerbouwers op werk en storing is aan de gang. Maar het is een beetje onderling overlegd en lukt dat wel.
Op veel plekken wordt door meerdere partijen gewerkt. Dat betekent rekening houden met elkaar en intensief samenwerken. Zeker daar waar hijswerkzaamheden plaatsvinden. Moet je even rondkijken of dat je geen last boven je hoofd hebt, dan anders moet je even aan de kant gaan natuurlijk. Heeft u last van al die mensen die hier omheen hun eigen ding aan doen zijn? Ja, je kan je eigenlijk er druk om maken, maar ja, iedereen moet toch zijn werk doen. Dus ja, dat moet je maar voor lief nemen. Het is niet anders. Merk je dat het veel drukker is geworden? Eigenlijk ja. In de kantine merk je dat het druk is. Ja, maar zo valt het wel mee, omdat de fabriek groot is. Dus alles is een beetje verspreid. De fabriek is zo groot dat je niet in de gaten hebt dat er zoveel mensen zijn. Als je rondloopt zie je steeds kleine groepjes aan het werk. Als je echter rond lunchtijd naar de lunchtent gaat, dan krijg je wel het gevoel voor grote getallen. Goedemorgen. Heeft u een soepje voor mij en voor de cameraman? Voor wie? Voor mij en de cameraman? Ja, heb ik, ja. Kunt u pakken. Wat voor soep serveert u vandaag? We hebben de goed gevulde tomatensoep. Hey, het is druk in de tent vandaag. Ja, dat klopt. Heerlijk, het loopt goed. Hoeveel mensen verwacht je vandaag? Nou, ik denk zo'n 1000 mensen. We hebben 300 liter tomatensoep bij ons, dus dat gaat vast smullen worden. Het hoort bij ons werk, zeg maar, het verzorgen van catering. Maar ja, dit is natuurlijk een hele aparte tak van sport, maar het is wel een hele uitdaging. Wat maakt het zo bijzonder? De grootte, de hoeveelheid, de gezelligheid. Ja, gewoon het samen zijn met de collega's. De revisie van de refla's is een van de rode draadactiviteiten van de turnaround, omdat het veel tijd in beslag neemt. Maandag 19 maart werden de 12 refla's losgekoppeld en op transport gezet naar een gespecialiseerd bedrijf in Duitsland. De refla's zijn de scheiding tussen de ovens en de rest van de fabriek. Tijdens het dichtschakelen komt kool en kwens mee de afsluiters in. En na verloop van tijd bouwt zich daar die vervuiling op en zijn de afsluiters steeds moeilijker dicht te krijgen. De afsluiters hebben nu ongeveer 12 jaar in bedrijf gezeten en zijn nu echt hard nodig aan revisie toe. Ja, op dit moment zijn ze de bouten hydraulisch aan het loshalen. En dat wil zeggen, ze hebben de sleutels die worden hydraulisch aangedreven met olie. En er zijn zoveel krachten die worden dan losgelaten op een mechaniek. En waardoor de moeren loskomen. Ze gebruiken op dit moment 600 bar oliedruk om de moeren los te krijgen. Hoeveel bouten zitten er op een afsluiter? Nou, op deze afsluiter is een 1000 mm doorsnede. En even aan iedere kant 36 bouten en aan rechts en aan linkse kant van de afsluiter. Het zijn er totaal 72 stuks. De refla's worden door een hijskraan over de fabriek heen getild en op de vrachtwagen geplaatst. Er is veel communicatie nodig, want de fabriek beneemt het uitzicht van de kraanmachinist. De eerste refla staat op de aanhanger, nog 11 te gaan. We liggen mooi op schema. Een bijzonder moment voor de NAC 4. De fakkel wordt gestreken. In ongeveer anderhalf uur wordt de 110 meter lange fakkel in één keer neergelaten. Nou, boven in het fakkeltoren hebben we alles veiliggesteld, alles losgemaakt, alles gedemonteerd, alles afgeblind wat daarna afgeblind moest worden. Toen zijn we naar beneden gegaan en hebben we de aansluitleidingen losgemaakt. Zometeen gaan we de scharniers verpunten, gaan we de pennen uithalen en dan gaat de fakkeltoren naar beneden. Wat gaat er gebeuren als de fakkel is gestreken? Nou, als de fakkel gestreken is, dan liggen we beneden. Dan gaan we inspecteren wat met de fakkel aan de hand is. Na die gegevens gaan we dan reparatiemethodes aanzetten. Wat voor voorbereiding heeft Mammoet getroffen? Mammoet heeft een voorbereiding getroffen. Het installeren van de lieren. Door middel van 3 lieren wordt de fakkel eigenlijk neergelaten. Welke veiligheidsmaatregelen hebben jullie genomen? De veiligheidsmaatregelen, wij hebben hier dus hekken laten plaatsen om het fakkelterrein heen. Om dus de mensen, als hier de fakkel neergelaten wordt, om ze zover mogelijk buiten het gebied te houden. We hebben namelijk ook het weerstation gebeld om eventueel het weer te vragen voor de komende middag. En aan de hand daarvan hebben we de stuurlijnen om dan de fakkelpijp te corrigeren. Het neerstrijken van de fakkel is dus gebeurd. Achter mij zie je hem liggen. Hij lijkt een stuk groter hier dan dat hij natuurlijk van veraf is. En rechts van mij staat Bert van Hummen, veiligheidswacht. Hoe is het verlopen allemaal? Het is allemaal prima verlopen. Er zijn geen problemen geweest. Alles volgens de regels. Dus we zijn zeer tevreden hoe het is gegaan. Het neerstrijken van de fakkel geeft aan dat de NAC 4 helemaal uit het bedrijf is. Volgende week wordt de fakkel weer opgebouwd.
Een van de activiteiten die elke dag plaatsvindt tijdens de turnaround is het schoonspuiten van onderdelen op de spoelplaats. Nou, en Christian die weet daar alles vanaf. Christian, hoe gaat het precies in zijn werk? Er komt een heftruck binnen met een palletje met onderdelen. Dat wordt in een van de vakken wordt dat neergezet. Dan heb je een spuiter erbij. Je hebt een man voor aan de noodstop en iemand voor aan de wagen. We beginnen te spuiten en als het schoon is, wordt het ingescand en afgevoerd. Wat vind je er leuk aan? Nou, ik vind dat je elke dag wat anders doet, vind ik mooi. Het werk op zich vind ik mooi. Er zit een flinke druk achter. Dus je hoeft niet naar de sportschool of zo meer te gaan. Dat is allemaal super. Om alle onderdelen goed schoon te spuiten, wordt een drukkracht uitgeoefend van ongeveer 1000 bar. En het is alleen water, geen zeep of andere reinigingsmiddelen. Het is een klus die niet alleen overdag wordt uitgevoerd, maar ook 's nachts zijn de mannen in de weer om de onderdelen van de NAC 4 schoon te spuiten. Door kraakgascompressie wordt in 5 stappen de nafta gecomprimeerd. Na elke stap wordt er in de kraakgaskoeler gekoeld, zodat bepaalde producten zoals benzine en propeen al condenseren, waardoor het restvolume afneemt. Ook bij de kraakgaskoelers is elke 6 jaar revisie nodig. Dat betekent dat de koelers uit hun mantels worden gehaald. Turnaround TV was aanwezig.